Ja, een van de gevolgen natuurlijk van het coronavirus was dat er vandaag 112 mensen overleden. En we hebben natuurlijk allemaal die berichten gezien die we hadden in Italië. Dat op een gegeven moment het leger werd ingezet om op een gegeven moment de doden te begraven. Dat was natuurlijk echt allemaal beelden van Italië weet zich geen raad van de doden. En dat was natuurlijk echt ongelooflijk dramatisch. Dat er gewoon echt geen capaciteit is om dat maar te doen. In Nederland hebben we ook gewoon gezien, daar is dat nog lang niet op dat niveau. Maar we zagen wel dat er allerlei veranderingen waren. Dat bijvoorbeeld livestreams veel meer gedaan werden. Was Dela, die gaf daar een verhaal over bij nu.nl. Dus ik zit hier even met Hans Voorn. En wij kennen elkaar al lange tijd. Hi Hans. En ik wil met jou even praten over een paar dingen. Eén, hoe gaat het met de capaciteit? Zeg maar, hebben we genoeg begraafplaatsen en crematoria? Hoe gaat het eigenlijk met al die maatregelen die er nodig zijn? Hoe gaat het met digitalisering, de livestreams die zeg maar veel meer populair worden? En wat zijn de andere dingen die jullie doen om dat waardige afscheid waar jullie voor staan eigenlijk mogelijk te maken? Dus misschien kunnen we daar eens even over beginnen. Eerst even, hoe is het met jou en hoe werken mensen bij Dela op dit ogenblik? Ja, we werken heel veel thuis, niet allemaal. En onze crematoria draaien door. Ja. En ja, het gaat goed. Zoals je al zei, wij zijn gewend om een hoge kwaliteit uitvaart te bieden met een waardig afscheid. We vinden het heel belangrijk dat we aan de verwachtingen voldoen, ook van nabestaanden. En dat is in deze tijden best wel moeilijk. Ja. De maatregelen voor uitvaarten zijn specifiek van het RIVM. We hebben een soort Ja, uitzondering. maar nu ga je weer over de zaak. Ik wil even. Jullie zitten in Eindhoven. Ja. Heel veel mensen. Jij zit in marketing en zeg maar dat soort dingen. Dus jij kunt mooi thuiswerken. Maar heb je al collega's die zeg maar corona hebben die daar al onder geveld zijn? Want je zit in Brabant. Ja, wij zitten. Ja, het gros van onze crematoria zit ook in Brabant. Achter jou zie je nu ons hoofdkantoor. Dat staat in Eindhoven. Ja. Dat is nu vrijwel leeg. Er is nog Ja. een hele kleine bezetting. Iedereen werkt thuis. Er werken ongeveer 500 man op ons hoofdkantoor. En er zijn nu 10 tot 20 man daar En hoe aanwezig. gaat dat? Wat voor tools gebruiken jullie om dat mogelijk te maken? Ja, wij gebruiken Microsoft Teams. Microsoft Teams, ja. Het mooie is ook ons callcenter. Dat heeft KPN-apparatuur. Die kon binnen een paar dagen konden ze allemaal vanuit huis werken. Dat is echt Oh, wel dat is heel erg mooi. geweldig. Oké. Ja. Dus ook het hele callcenter werkt vanuit huis. Dat is soms met kinderen en beesten wat lastig, maar de mensen aan de telefoon hebben daar ontzettend veel begrip voor, merken we. Maar de IT-achtige mensen die we ook natuurlijk hebben, die zijn dat heel erg gewend Ja. om met dat soort dingen te werken. Maar mijn afdeling marketing bijvoorbeeld en ook andere afdelingen, die zijn heel hard gaan wennen aan Microsoft Teams, Ja. waar we mee werken. En dat werkt, ja. Gewoon heel erg makkelijk. En nou ja, jij weet het zelf, Zoom, Skype, Hangout, dat werkt allemaal heel erg makkelijk. Oké, nou dan gaan we even door de onderwerpen heen. Dat is mooi dat jullie dat gedaan hebben. Even eerst over capaciteit. We zagen dramatische beelden in Italië. Krijgen wij zoiets in Nederland? Wij doen er echt alles aan om dat soort praktijken niet te krijgen. Het is mijn persoonlijke verwachting dat dat ook echt nooit gaat gebeuren. Maar ja, je weet niet waar het heen gaat met Maar de even over aantallen. aantallen gesproken, hè? Van hoeveel mensen gaan er dood in Nederland per jaar? 150.000 per jaar 150, dus ongeveer. iets van 500.000, 400 tot 500 per dag. Hoeveel capaciteit zie je nu dat in Brabant nodig is om bijvoorbeeld die 112 doden van vandaag, om dat zeg maar, om dat ook daar een goed afscheid voor te kunnen geven? Nou, je ziet qua capaciteit dat onze locaties dat op dit moment echt prima aankunnen. We hebben in 2018 een jaar gehad, wat een topjaar was, eigenlijk heel vervelend door de griep. Waren er echt duizenden extra overledenen, veel grotere aantallen dan we nu zien. Ja. Dus het is vooral de capaciteit is eigenlijk niet het probleem. Ook qua bemensing is het eigenlijk, als je zeg maar, naar de technische capaciteit kijkt. We mogen geen horeca doen, dus die horecamensen die kunnen we doorschuiven naar de andere werkzaamheden. Oké, dus je En komt dus op een dat. begrafenis, geen koffie, geen thee, geen cake, helemaal niks. Geen horeca. Nee. 1,5 meter afstand houden en maximaal 30 man. 30 Dat man. is echt heel erg vervelend soms. Je Ja. moet je voorstellen, gemiddeld zitten er 70, 100 man op een uitvaart.
Ja. Als er een jong iemand overlijdt, dan zijn het er met gemak 500. En nu ineens maar 30. Oh my god, wat een afgrijzelijk iets, zeg ik. Ja, maar die anderhalve meter, hè, stel je eens voor. Je partner overlijdt. Ja. Hè, dat zijn vaak oudere mensen. Je kinderen zitten erbij. Ja. Maar je mag ze niet aanraken. Je mag geen handje. Je zit daar, maar je mag ze niet aanraken. Geen handje, geen knuffel. Ah. En dan zie je ook hoe belangrijk een knuffel is in onze, bij onze uitvaarten. En dan is het ook zelfs wel logisch dat digitalisering nog niet heel erg ver uitgerold is. Ik zou volgens mij veel liever doen om die digitaal te gaan volgen, dan onder dit soort omstandigheden om arm's length distance met iemand anders te moeten staan, niet kunnen huggen. Dan ga ik liever gewoon echt met mensen praten en zeg maar de digitaal aanwezig zijn. Dus dat lijkt me echt een ramp. En ook om dat te policen, dat je dan bij de 31ste persoon, of de 35ste, daar staan er gewoon 20 extra, die kunnen er gewoon niet in. Ja, nou die staan er dan niet. Hè. Dat spreek je dan af met elkaar. Maar dat is, dat is heel pijnlijk. Ja, ja ongelooflijk. Ja. Hey, dan komen echt, iedere dag komen er weer pijnlijkere verhalen naar boven. Ja, lijkt me ook. Hey, dan over dat livestreamen. Wat ik zag dat enorm is toegenomen. Van, dat was er dus nog niet. Wel hingen overal camera's, geloof ik. Maar het livestreaming was er nog niet. We hebben op al onze locaties camera's en we nemen nu dus ook alles op. En we geven mensen achteraf een USB-stick met die opname. Dan kunnen mensen die er niet bij konden zijn, om wat voor reden ook, om die 30 maximaal. Of als mensen kuchen of koorts hebben, dan moeten ze ook thuis blijven. Hè? Dan mogen ze niet komen. Ja. Dat soort mensen. Of mensen die vastzitten in het buitenland. Die komen ook nu veel tegen. Die kunnen via zo'n USB-stickje het later bekijken. We hebben op dit moment één locatie in Den en Rust in Bilthoven, waar we al wel een tijd livestreaming hebben. Wij hadden daar gemiddeld ongeveer 1 op de 10 uitvaarten, zeg maar een paar maanden geleden. 1 op de 10 uitvaarten werd dat livestreaming gebruikt. Ja. En dan zaten er ongeveer 5 mensen in die stream. Nu is het zo dat ongeveer 50% van de uitvaarten de livestreaming gebruikt in Bilthoven. En per livestream zijn het ook ongeveer 50 mensen. Dat is, als je dat met elkaar vermenigvuldigt, gaan we per 10 uitvaarten van 5 mensen in de livestream naar 250 mensen in de livestream. 50 keer zoveel wordt er gebruikt met... En dat is op 1 locatie. Mensen kunnen dus gewoon erin. En 50 mensen kijken nu gemiddeld mee. Precies. En dat is echt maar in een paar dagen is dat over. Een paar weken is dat over. Ineens. Ja. Ineens. En wat doe je nu dan? En dat is ook logisch, hè? Als je weet dat gemiddeld die 80, die komt ergens vandaan. Dat is gemiddeld een aantal mensen die naar een uitvaart komt. Ja. Maar wij gaan dat dus nu razendsnel uitrollen over al onze crematoria. En ook nog een paar uitvaartcentra. Dus we gaan binnen een week van 1 naar 23 locaties waar we livestreaming aanbieden. En dat kan ook wel gewoon. Als je dat dan praat je daar jaren over. Het mooie is, iedereen laat gewoon alles uit zijn handen vallen om die afscheid weer binnen deze omstandigheden zo waardig mogelijk te maken. Ja. Het is gewoon minder waardig, vinden wij. En we vinden dit een hele mooie, belangrijke toevoeging. Om het waardiger te maken, om het weer waardig te maken. Ja, maar dan ben ik wel heel benieuwd, want natuurlijk de volgende stap is, zo'n begrafenis is altijd voor, tijdens en na. En voor, dan kom je krijgt informatie erover, over dat het gebeurt, en je komt aan, en dan kun je een tijdje met elkaar praten. Dan heb je het evenement zelf, zeg maar, de begrafenis zelf, en of de crematie zelf. En dan daarna, dan zit iedereen met elkaar te praten. En dat is natuurlijk ook gewoon, dat mis je dan nog. Als jij alleen maar een cameraatje hebt met livestream. Ik kan me ook voorstellen dat het gewoon handig is dat je naar een booth gaat. En dat je ziet wie er allemaal online meekijkt. En dat je dan ook gewoon een hand kunt zeggen. Of dat je even kunt laten zien hoe je erbij staat. Dus dat de individuele contact dat meer mogelijk is. Of dat je dat ook dat mensen dat met hun mobiele telefoon kunnen zien wie er allemaal meekijken. Jullie hebben een lab ook echt. Jullie hebben een innovatielab. Die hebben natuurlijk al jarenlang nagedacht. Niemand had er ooit enige behoefte aan. En die plannen liggen allemaal op de plank. Is er nu ruimte om dit soort nieuwe dingen te proberen? Nou, wat je ziet is dat dit soort dingen een enorme versnelling hebben nu ineens.
Ja, je hebt het over behoefte om meer te delen, verhalen, teksten met elkaar te delen, herinneringen bijvoorbeeld. Wat we daar nu voor uitgerold hebben is delen.dela.nl, waarin we een herinneringsportaal online aanbieden, waar mensen herinneringen kunnen achterlaten, die afgeschermd, hè, dus we maken dat niet gelijk publiek. Die foto's en dingen. Die foto's, teksten, je kan een kaarsje oplichten. En ja, je ziet dat ook dat, hè, dat hadden we inderdaad in onze afdeling innovatie, het innovatielab, daar hadden we dat soort van experimenteel al draaien. Dat zat op een niveau van ongeveer 10 per week. Ik kijk de aantallen even. Ja, en we zijn van 10 per dag zijn we nu naar 100 per dag. In 10 dagen, dat we dat nu wat breder hebben live gegooid, hebben we 1500 kaarsjes zijn er aangebrand. Digitaal. Ja. En 1700 herinneringen gedeeld. En dan heb je het over teksten en foto's voor en na de uitvaart. Hè? Dus dat is niet specifiek of voor of na. Ja. Het gebeurt ook wel zelfs, hè, dat herinneringen gedeeld worden, foto's gedeeld worden en dat die op de uitvaart gebruikt worden. Want iedereen is altijd enorm bezig met, als je zo'n begrafenis zeg maar regelt, dan is altijd foto's, er is altijd fotootjes in de beamer die altijd getoond worden, is nu een belangrijk gedeelte van het gebeuren. En als iedereen daar nou samen mee kan werken, als dat digitaal wat groter wordt. Ik heb dat toen, iets van toen mijn moeder doodging, is echt meer dan 10 jaar geleden, had ik dat al. En ik zond het uit via Twitter livestream. Nou, ik had 3 keer zoveel mensen die meekeken via livestream, dan die zeg maar in de zaal zaten. En ook heel veel mensen die haar kenden, maar die er gewoon niet aanwezig waren. Dus, Jij bent wat dat betreft een trendsetter en een voorloper, hè? Maar dan zie je wel, denk ik, waar het heen lang, kan gaan. Waar het nou, duurt zo lang. Echt gewoon, en dan, jullie staan er open voor als Dela. Dus ik heb altijd zeker. Ik heb daar altijd gesproken en iedereen altijd enthousiast. Maar het is echt heel moeilijk om zo'n branche mee te krijgen. Ongelooflijk. Nou, maar het waardige afscheid wordt vooral ervaren door menselijke contacten. En de knuffel. Het gebaar, het gesproken woord, dat is wat de kern is van een waardig afscheid. En je ziet dat het digitaliseren nu ineens een vlucht neemt, omdat het niet anders kan. De vraag is hoe hard dat blijft bestaan als de maatregelen er niet meer zijn. In ieder geval, wordt het dan weer minder, hè, want die 80 man die kunnen er dan gewoon bij zijn, wat ze eigenlijk gewoon willen. Maar ik denk en ik hoop dat het en hij is veel makkelijker is om die nicht uit Amerika en die neef uit Australië, om die ook mee te laten kijken. En dat gaat denk ik ook wel gebeuren, dat livestreaming in die zin veel vaker wordt gebruikt, voor de mensen die er even niet bij kunnen zijn. Maar jij weet ook hoe dat gaat, als het echt een naaste van je is, dan kom je ook uit Australië, kom je even overgevlogen. Tuurlijk, dus de eerste ring en de tweede ring en de derde ring. En ja. Ik wel van, maar ik kan me voorstellen. Je kunt veel meer gewoon in de voorbereiding en in het evenement zelf. En daarna kun je ontzettend veel meer met de interactie doen. En ik ben, ja, dus dan, and never spoil a bad crisis. Dit is een bad crisis. Ja. Maar ja. Ik ben blij dat er in ieder geval wat gebeurt. Maar, ja, dus zoals wij dat nu hebben ingericht op een site waar je herinneringen kan achterlaten, waar je een kaarsje kan inrichten. Dat kan nog verder doorontwikkeld worden, denk ik, met wat jij zegt, meer interactie. Het is even de vraag waar mensen behoefte aan hebben. Hè? Je moet ook, het is een spannend moment voor een familie. En je moet de juiste dingen doen. Dus dat gaan we onderzoeken. Dat gaan we verder doorontwikkelen. Maar dat, dat gaat nu met deze situatie wel harder. Ja. Ja. Oké, nou dankjewel Hans. Het is goed om even een update te krijgen. Blij dat we qua capaciteit geen problemen hebben. En ik kan me voorstellen dat waardig afscheid op 1,5 meter is een... Met 30 mensen is een helft job en geen horeca. Dus wat dat betreft hopen we dat het zo snel mogelijk overgaat. En ja, ik wil nog wel zeggen, we hebben naar verwachting de piek nog niet gehad, hè, in het aantal overlijdens. Dus dit weekend en volgende week, RIVM heeft het over de IC-capaciteit, dat die eind volgende week spannend is. Dat betekent dat de week daarna de capaciteit op de crematoria heel spannend is. Dus we hebben nog een spannende week of 2 weken tegemoet gaan. Okay, heel veel succes, dankjewel. Dankjewel.